Een goede avond, welkom bij Admiral Markets. Sorry voor deze iets latere aanvang van onze webinar. Maar we gaan toch beginnen op maandag 6 oktober 2014 hier met omgevingsanalyse. We gaan dus verder met onze Forex plan en ondernemingsplan. We gaan nu dus richten op fundamenteel en technisch analyse. Nou wil ik graag even controleren of u inderdaad mijn stem hoort. Dus als u een kleine ja kunt schrijven in de chat, dan is dat geweldig. Anders ga ik verder met uiteraard de risicoverklaring. U dient te weten dat forex handelen zeer hoog risico met zich brengt. En daarom zeer op de hoogte moet weten, moet zijn, zeer op de hoogte moet zijn van alle risico's. U kunt de volledige risicoverklaring inzien op admiralmarkets.nl/risicoverklaring. En als u verder gaat met het bekijken van deze webinar, bent u het met deze verklaring eens. De organisatie wordt gedaan door Admiral Markets. En mijn naam is Chris Voorzek, ik doe dus de presentatie. Admiral Markets is een broker die net begonnen is in Nederland, maar wel een heel grote reputatie heeft buiten Nederland. Dus kijk naar admiralmarkets.nl voor meer informatie. Ik ben zelf een forex trader en ik handel zelf met Admiral Markets dus. En ik ben zeer tevreden met deze broker. En wij samen gaan u dus een webinarserie brengen. Start uw eigen forex onderneming. En deel 1 daarvan is dus omgeving. En wij hebben dus sowieso een 7-weekse webinarserie. Waar wij dus naar allerlei verschillende webinarthema's gaan bekijken. En deel 1 is dus de omgeving. Oké, met de basis nu achter ons gaan wij verder. Fundamenteel en technisch analyse. We hebben dus al vorige week aangegeven hoe wij dus onze plan kunnen starten en wat belangrijk is voor onze plan en ondernemingsplan in Forex. En ja, dat fundamentele en technische analyse dus twee methodes zijn om de markt te benaderen. We gaan dus nu wat dieper in deze materie en uitleggen fundamenteel analyse, wat is dat eigenlijk? En ja, het komt erop neer dat het uitlegt waarom beweegt prijs. Het is eigenlijk meer een theorie of een vak dat verder toespitst op waarom iets doet, waarom prijs dat doet of waarom data zo, wat voor consequenties data kan hebben op de prijs min of meer. Eigenlijk fundamentele analisten kijken dus naar de economische data en prestaties van landen. En zij vergelijken die data met elkaar. Want we gaan altijd natuurlijk kijken naar twee landen. Het is altijd twee economische eenheden waar wij samen vergelijken. Het kan dus de eurozone zijn met de Britse economie. Het kan ook de Amerikaanse zone of land ten opzichte van bijvoorbeeld de Canada zijn. Het gaat dus altijd niet alleen om de economische data van één land, maar de economische data van twee landen. En hoe doet het ene land het ten opzichte van het tweede? Want het ene land kan wel goed doen, maar als de andere land nog betere cijfers heeft, dan zal toch bijvoorbeeld die betere meer vraag krijgen voor de valuta. Bijvoorbeeld, als de euro goed doet, maar de dollar in de VS gaat het nog allemaal een stuk beter qua economie, dan zal toch de euro verliezen ten opzichte van de dollar. Hoe goed de eurozone het ook doet. Maar de eurozone, misschien omdat het best aardig doet, maar niet zo goed als de VS, maar misschien doet ze het wel beter dan in Groot-Brittannië. En dan zou je natuurlijk wel de euro zien toenemen in waarde ten opzichte van de pond. Dus de fundamentele analisten kijken naar data, kijken naar prestaties, proberen een schatting te kunnen maken wat prijs gaat doen en wat de handelaren gaan reageren. Hoe gaan ze reageren ten opzichte van de data en de verwachte data? Okay? Dus dat is het doel. Nou, wat is beter data? Wat is goed data? Dat is natuurlijk een heel lange discussie kan dat worden, want er zijn heel veel interpretaties mogelijk. En het is maar net wat je leest, wat je zelf denkt natuurlijk. En daar kan natuurlijk heel veel verschillen in zijn. Ja, ruwweg wordt er wel dit gezegd. Betere economische data en cijfers, bijvoorbeeld meer consumptie, bijvoorbeeld een hogere management inkoopindex bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal
goede dingen. En dan daardoor in de lange termijn zou er bijvoorbeeld inflatie of inflatiepotentieel in het economisch gebied of land naar voren kunnen komen. En zodra er dus inflatie wellicht naar voren komt, dan kan er een verwachting van verhoogde rente zijn. En die verhoogde rente wordt gedaan omdat centrale banken de inflatie willen beperken. Ze willen niet een uitermate hoge inflatie hebben. Dat willen ze niet. Ze willen wel een beetje inflatie, maar met mate. Dus zodra er te veel inflatie komt, dan gaan ze dus de rente verhogen. En renteverhoging is dus eigenlijk goed voor de vraag van de valuta, want handelaren worden beloond voor het houden van de valuta. De Nieuw-Zeeland dollar bijvoorbeeld heeft een rente op dit moment van 3,5%. Al zou je het niet denken op dit moment, want de Nieuw-Zeeland dollar die verliest waarde op dit moment, maar in het algemeen is het wel zo dat als u dus Nieuw-Zeeland dollar houdt, u krijgt wel renteverschil tussen het verschil tussen Nieuw-Zeeland dollar en andere valuta die minder rentevergoeding geven. De euro tegenwoordig geeft bijna geen vergoeding van rente. De dollar ook niet. Alleen de Australische dollar die geeft een aardige rentevergoeding. De groter dus het verschil, de meer toename wij zouden kunnen verwachten ruwweg voor dat valuta. De rente dus is een indicatie van wat voor beloning de handelaren krijgen voor het houden van valuta. En uiteraard als die verhoging, als de rente gaat verhogen of er is een verwachting van verhoging rente, dan zal de toename voor dat valuta toenemen. En de prijs in lange termijn ook. Al zal dat wel met dalen en fluctuatie natuurlijk gepaard gaan. Dus dat is ja eigenlijk het domino-effect hier wat betreft de betere economische cijfers. Nou, voor sommigen zal dat misschien bekend voorkomen, voor anderen misschien niet. Het is afhankelijk van of het belangrijk is, is maar de vraag, want ik gebruik technische analyse en ik denk dat, ja, ik vind het wel natuurlijk goed om in de gaten te houden en ik vind wel natuurlijk belangrijk om een soort algemene richting en kennis te hebben. Maar als u een daghandelaar bent, is het effect niet zo belangrijk. U kunt in mijn optiek gerust zonder dit kennis gaan handelen als u de technische analyse doet. Maar u moet wel van op de hoogte zijn als er dus cijfers worden gepresenteerd. Want dan natuurlijk zijn er bepaalde effecten, zeer hoge en lage prijsverschillen mogelijk. En uiteraard daarom is het goed om naar een economische kalender te kijken. Dus het ligt eraan, eigenlijk ja, om kort samen te vatten misschien, als u fundamenteel technisch of een combinatie wilt handelen, dan is het belangrijk of niet. Als u dus uiteraard op fundamentele analyse gaat richten, dan zijn deze dingen uiteraard zeer belangrijk. Nou, ik heb het al genoemd, economische cijfers. Daar kunnen ja, heel veel ups en downs, heel veel hoogtepunten, dieptepunten in prijs voorkomen. En waarom is dat? Nou, ik heb al dus al gezegd dat economische cijfers dus ja, een soort graadmeter zijn voor wat er in de toekomst kan gebeuren met beleid van de centrale banken. Deze economische cijfers zijn dus meetmomenten. Handelaren en centrale banken en banken gebruiken deze meetmomenten om een vinger aan de pols te houden hoe de staat van de economie is en wat er in de toekomst met de economie kan gebeuren en wat de centrale banken kunnen kiezen, wat voor beleid zij kunnen kiezen in de nabije en middeltermijnen toekomst. Dingen zoals bijvoorbeeld interest rate, wat het Engelse woord is dus voor rente. Productie, werkgelegenheid. GDP of BBP in Nederlands. Export-import. Consumptie. FOMC-statement, dat is dus de Amerikaanse Federal Reserve statements en hoe zij dus de toekomst van de Amerikaanse economie zien. En uiteraard, de toekomst van de Amerikaanse economie heeft wel een gehele effect gelijk op de grote markt, want uiteraard de VS is een grote speler. Nou, deze dingen hebben veel invloed op de maandelijkse gang van zaken.
Het is eigenlijk steeds een nieuw meetmoment. En handelaren kunnen dus al deze data en verschillen in data gebruiken om hun verwachtingen te corrigeren of inderdaad te bevestigen en te zien dat alles is wat zoals zij dachten een week, een dag, een maand geleden. Oké, dus ik hoop dat dat duidelijk is. In de rechterkant ziet u bijvoorbeeld de unemployment rate van de VS. En ja, deze cijfers hebben natuurlijk een zeer grote invloed op de beleidkeuzes van de Fed. En dat is dus de centrale bank van de VS. Nou, de economische cijfers hebben een soort ranglijst. NFP, de non-farm payroll, is de absoluut belangrijkste. Dat zijn de aantal banen die toe worden gevoegd aan de Amerikaanse economie. Maar niet exclusief banen in de overheid. En ook in de tuinbouw, agriculture dus in Engels. FOMC, de Fed statement. En de rentekeuzes in de VS, EU en Groot-Brittannië. Dat zijn toch de grootste meetmomenten van de maand. Maar om eerlijk te zijn, zijn er ook andere meetmomenten die belangrijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld naar admiralmarkets.com/analytics-forex-calendar kijken. En dan kunt u dus zelf zien. Oh, ik heb geen image, geen plaatje daarvan. Maar u kunt dus daar zien. Rood is dus erg belangrijk. Oranje is middelbelangrijk en geel is eigenlijk het minst belangrijk. En daar kunt u dus zien wat voor waarde en betekenis elke meetmoment, elke statement of economische meetmoment heeft voor de markt. Maar deze drie zijn de absoluut belangrijkste en daardoor ziet u dus heel veel prijsverschillen en grote reacties tijdens deze nieuwsevenementen en momenten. Oké. Nieuwsberichten, we gaan eventjes verder. Ik heb nog een vraag. Is deze presentatie ook ergens te downloaden? Jazeker, we kunnen dus de webinars zeker vinden op YouTube. En misschien Vimeo, maar ik weet dat niet zeker. Dus dat is inderdaad daar te vinden. En u kunt alle webinars, deze en de vorige week, de laatste twee, en alle andere toekomstige webinars de komende 7 weken daar dus zeker vinden. Nieuwsberichten, dus ja, die zijn eigenlijk op specifieke momenten, gedurende week en maand. De NFP, de non-farm payroll, is dus de belangrijkste. En dat wordt de eerste vrijdag van de maand vaak vrijgegeven om 2:30 Nederlandse tijd in de middag. En dat is altijd 1 keer per maand. En zo is er wel eigenlijk een vaste ritueel of een vaste schema per maand. Soms is daar wel een klein verschil, maar meestal is dat dus wel een ritme in te vinden op een gegeven moment. En het beste is om altijd aan het begin van de dag en de week naar de agenda en de economische kalender te kijken om te analyseren wat de belangrijkste zijn en waar u eventueel niet wil handelen en waar u eventueel wel wilt handelen. Het ligt er allemaal aan wat voor type handelaar u wilt worden. En daar ga ik dus later op in. Maar het is wel goed om van tevoren de agenda te weten. En dat is dus geldig voor alle handelaren. Dat is altijd goed om te weten. En wat de effect van deze nieuwsberichten kan zijn, of historisch gezien de grootste kans is dat het gebeurt. Ja, de effect kan heel groot zijn. Ik kan vrij stil zijn. Dat ligt er net aan. NFP is vaak een groot effect, een heel grote invloed. Zoals ik al zei, een grote schommelingen zijn zeker te zien. Nou, waarom zijn er grote verschommelingen en waarom niet? Nou, niet alleen het belang van een nieuwsbericht is belangrijk, maar ook het verschil tussen de cijfers is van belang. Als er dus een bepaalde cijfer wordt verwacht, maar de werkelijke cijfer is veel hoger of veel lager, dan wijkt het echte cijfer veel af van de verwachte cijfer. En dat zal altijd meer reden geven tot grote fluctuaties dan als de werkelijke cijfers echt dicht in de buurt zijn van de verwachte cijfers. En daardoor zult u dus ook op Admiral Markets dus zien
Ja, de economische kalender ziet hier niet alleen het belang van de cijfers, maar ook wat de verwachte cijfers zijn voor de komende nieuwsbericht. Oké, dus dan de handelaar gaat proberen een voorspelling of schatting te maken van wat zij verwachten. Ze kijken naar de marktverwachting en zodra dus het nieuwsbericht komt en de cijfer wordt bekendgemaakt, dan kunnen wij onmiddellijk zien of het lager of hoger is. En sommige handelaren proberen daarop in te spelen en te kopen of te verkopen en daar winst op te maken. Oké, dus dat is alles wat betreft nieuwsberichten. Maar goed om te gaten houden, goed om uw webinar browser te vernieuwen ook als het nieuwsbericht wordt vrijgegeven. Het gaat hier echt om seconden of milliseconden soms, heel snel. Dus dat is ook in mijn opinie erg lastig om te handelen. En ik doe dat persoonlijk niet naar aanleiding van deze nieuwsberichten. Het gaat allemaal erg snel. Je kunt dus de webbrowser vernieuwen en u zult dus de nieuwe cijfers zien ten opzichte van de verwachte cijfers. En ook in rood of groen kleur om aan te geven of de cijfers inderdaad onder of boven verwachting zijn. Oké, we gaan nu verder met grondbeginselen van de fundamentele analyse en we gaan later ook in op technische analyse. Kijk, er zijn heel veel belangrijke cijfers in de economie, maar de economie heeft altijd een langere adem, heeft altijd tijd nodig voordat handelaren en analisten de economie wellicht beter kunnen begrijpen. Er is altijd een soort lag in Engels of een vertraging eigenlijk tussen wat er echt in de economie gebeurt en hoe wij dat kunnen interpreteren met cijfers. Dat is altijd moeilijk. Cijfers die nu net worden gepubliceerd kunnen altijd gecorrigeerd worden 1 of 2 maanden verder of zelfs later. Dus er is altijd een bepaalde moeite en moeilijkheid met dat. En dat is altijd lastig voor analisten. Daardoor worden altijd de correcties goed bekeken, de voetnoten goed gelezen. In mijn opinie, en ik heb natuurlijk dat ook ergens anders gelezen, zijn vele economische cijfers wat minder relevant. Ik denk dat deze verhouding het allerbelangrijkste is. Ik vind dat hoeveelheid eigenlijk valuta in de economie, die dat rondgaat in de economie, gedeeld door de economische activiteit, dus hoeveel eigenlijk hoeveel binnenlandse bruto product is er, hoeveel goederen worden gemaakt en dienstverlening wordt gedaan, bijvoorbeeld in de EU. Dat is de economische activiteit. Dus je hebt een bepaalde economische activiteit, dat kan een soort GDP bijvoorbeeld of de BBP in Nederlands een goede indicatie van zijn. En dan hebben we dus de hoeveelheid valuta dat in de economie rondgaat. En uiteraard als je dus verhoogde economische activiteit hebt, maar dezelfde valuta, dus meer diensten en meer producten die worden verkocht en gekocht en omgaan, maar dezelfde geld gaat door de economie, ja dan gaat natuurlijk de prijzen van de producten omhoog. Maar als je dezelfde economische activiteit hebt, maar meer valuta wordt in de economie gepompt, ja, dan is er natuurlijk veel geld beschikbaar, zeg maar, en voor dezelfde activiteit. En dan zult u waarschijnlijk deflatie gaan zien. En dit is natuurlijk een balans die vroeger misschien niet zo belangrijk was, maar tegenwoordig erg belangrijk. Want u ziet bijvoorbeeld in de VS, quantitative easing, het bijdrukken eigenlijk van geld. In de eurozone, u ziet dus de rente omlaag gaan en ja, eventueel zeer nadrukkelijk de vraag hoeveel geld er eventueel bij geperst kan worden eigenlijk. Dus de devaluatie van valuta is zeer aan de orde in de huidige gang van zaken in de laatste 6 jaar. Sinds dus de crisis in de VS in 2008 is dat enorm van belang. En Japan doet ook volop aan mee. En dit was minder belangrijk in het verleden waarschijnlijk, omdat het gewoon wat stabieler was. Maar vooral de laatste 6 jaar is dit een erg grote invloed op de waarde van valuta. Want de meer valuta dus in de economie,
de minder de valuta waard is. En daardoor ziet u dus een neerwaartse pressie op de valuta komen. Als dus meer euro's bijgedrukt worden, dan zal elke euro minder waard zijn dan als meer euro's niet bijgedrukt hadden geworden. Stel bijvoorbeeld, er zijn 10 euro's in omgang in de eurozone en er worden 5 bijgedrukt en er zijn nu 15. Dan de eerste 10 hebben niet dezelfde waarde als er 15 in omgang zijn. Dus uiteraard zijn er meer euro's in omgang, maar om een heel kleinschalig voorbeeld te geven, zodat het duidelijk is. Oké, dus ik zeg het al hier, onderaan eigenlijk meer geld in omloop, valuta minder waard, meer economische groei, valuta meer waard. En we gaan ook kijken naar de psychologie van markt in wave analysis waarschijnlijk, maar dat is een stuk later. Nou, ik zei het al, hier heb ik eigenlijk een voorbeeld. Dat was ik vergeten hier. Ik heb een voorbeeld hier van de euro. En hoeveel geld en hoeveel euro's dus in omloop zijn. En je ziet dus een sterke stijging sinds dus 2008 vooral. Maar ook wel eigenlijk vanaf 2002 lichtelijk. Maar vooral dus 2008, maar ook 2011 ziet u hier een sterke stijging. Kijk maar, de laatste 3 jaar, boom, de euro. Monetary base, dus de hoeveelheid euro's die in de eurozone zijn, sterk omhoog gaan. En de VS, precies hetzelfde plaatje eigenlijk, maar we hebben iets meer data. Het gaat terug sinds 1970. Je ziet wel dus een geleidelijke stijging, uiteraard dat wel. En dat is vaak ook nodig volgens economisten om bepaalde groei te bevorderen en stabiel te houden. Maar uiteraard ziet u wel een groot verschil tussen toen en 2008, want daar vroeger ging het gestaag omhoog. In 2008 schiet het als een raket omhoog en 2011 ook. Oké, dus we gaan verder met de stijl van handelen. We hebben dus nu wat basis wat betreft fundamentele analyse en wat betreft nieuwsberichten. En er zijn verschillende stijlen van handelen. Wat ik al zei, fundamenteel en technisch analyse zijn twee van die. We hebben ook nieuwshandelaren. En we hebben een mix van twee of alle drie. Ik persoonlijk ben een technische analist en een technische trader. Ik kijk niet naar fundamentele analyse of fundamentele cijfers om te handelen. Ik handel ook niet tijdens nieuwsberichten, dus deze twee dingen zijn niet mijn stijl. Mijn stijl van handelen is technisch. Ik kijk wel en hou wel een oogje op de gang van zaken eigenlijk, met betrekking tot fundamentele economische gebeurtenissen, om een langetermijn idee te houden. Maar niet om beslissingen te maken met betrekking tot trades. Alle beslissingen die ik maak voor trades zijn gebaseerd op technisch. En technisch is meestal kort of medium kort. Kijkt vooral naar prijsbewegingen. Je kunt het ook nog gebruiken voor lange termijn, dat wil ik niet zeggen. Maar meestal wordt het voor kort en medium termijn gebruikt. Fundamentele handelaren kijken naar de lange termijn vaak. Kijken naar de waarom, de oorzaak. Ik vind dat lastig. Ik vind het zo dat prijs dus alle factoren in zich neemt. Ik vind dat prijs dus alles uitlegt wat er uit te leggen valt. En ik vind het niet zo belangrijk wat mijn mening is of wat de andere mening is van iemand op tv. Zij kunnen totaal fout zijn. Zij kunnen de oorzaak of het waarom niet goed begrijpen. Ik kan dat niet goed begrijpen. Vaak zie je dat mensen bepaalde interpretatie proberen te maken en er volledig mis zijn. Of achteraf het wel goed kunnen verklaren, maar niet vooraf. Ik heb er nooit de nut zo van ingezien. Ik vind het voor lange termijn zeker goed om op het gaten te houden hoor. Maar om echte handelbeslissingen te nemen, ik denk dat het moeilijk is. Ik denk dat het lastig is. Ik ben persoonlijk een technisch analist, maar ik weet wel dat er, als u echt fundamenteel een leuke richting vindt, er zijn mensen die dat doen. Sommigen combineren technisch. Ze kijken voor een richting, een lange termijn richting, met betrekking tot fundamentele analyse. En gebruiken dan technische analyse om in te stappen in de markt, een meetmoment te vinden.
En daar dus een short of long te nemen. Dus een combinatie. Wel iets meer leunen op de fundamentele analyse en maar technisch voor het handelen. En soms andersom. Mensen, handelaren die dus leunen op technisch, maar toch even kijken naar fundamentele analyse om op de wekelijkse grafiek te beslissen of zij inderdaad geïnteresseerd zijn in een long of short op dat moment. Nieuwshandelaren, nou, ja, er zijn er wel. Ik vind het wat riskant. Ik heb het nooit gedaan, dus ik kan er ook niet echt wat van zeggen. Ik ben dus volledig gefocust op technisch. Er zijn wel mensen die het doen. Het is wel snel, het is korte termijn, het is in en uit binnen een uur, of binnen 2 uur, of binnen 1 minuut. Ik heb het altijd daarom lastig gevonden. Maar die keuze is uiteraard aan u. Technische analyse is dus gebaseerd op patronen, historische prijs. Ik heb vorige week al uitgelegd waarom ik dus technische analyse terecht en handig vind met het bepalen van trades, waarom technische analyse dus mij een voordeel geeft en anderen een voordeel kan geven met betrekking tot handelen. En waarom het dus mogelijk is om langer termijn winst te kunnen halen met technische analyse. Het geeft niet zo om waarom. Het richt zich daar niet op. Het gaat om tactieken. Het gaat op patronen herkennen en het handelen daarop. Het maakt dus eigenlijk niet uit of prijs omhoog of omlaag gaat. Het doet er niet zo toe. Het gaat erom hoe wij dus daarop reageren en hoe wij onze handelsplan daarop winst kunnen maken. In de ogen van de technische analist laat de koers dus alle factoren zien. Dus wat de prijs is op dit moment, is de prijs. En alle factoren die tot de prijs leiden, zijn inclusief in die prijs. Dus dat is de echte werkelijkheid waarom dus prijs misschien omhoog gegaan is vandaag. Doet er voor de technische analist niet zo toe. En ja, wij gebruiken dus indicatoren om valutaparen te analyseren, om een handelsplan te ontwikkelen, om daadwerkelijk te handelen. En de technieken die in technische analyse gebruikt worden, zijn gebaseerd op prijs. De gereedschappen, de indicatoren, allemaal worden die dus op de grafiek gezet. We hebben dus gereedschappen die manueel door de handelaar zelf op de grafiek gezet worden. We hebben dus indicatoren die, als u deze op de grafiek zet, altijd op de grafiek zullen blijven, tenzij u dus deze weghaalt. Dat zijn dus automatische indicatoren die zullen altijd aangepast worden aan prijs. Terwijl gereedschappen dus zijn dingen die wij op de grafiek zetten en dus zelf aan moeten passen. Wij hebben statisch en dynamische indicatoren. Statisch zijn indicatoren die altijd hetzelfde niveau hebben, terwijl dynamisch zijn indicatoren die meegaan met prijs. Dus als prijs beweegt, zult u ook de indicatoren iets zien bewegen. Iets zien veranderen en dat is dynamisch. Een bewegende gemiddelde bijvoorbeeld, misschien kent u dat, een moving average in het Engels, is een dynamisch indicator. Een statisch is bijvoorbeeld een weerstand, een support and resistance niveau bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat dit duidelijk is. De gereedschappen en indicatoren voor technische analyse gebaseerd op prijs en uitgevoerd op grafieken. En we gebruiken, technische analisten gebruiken dus indicatoren en gereedschappen om handelsplannen te ontwikkelen en echt te handelen. Hier ziet u dus een grafiek, zoals ik al vorige week zei. Aan de rechterkant ziet u de prijs, aan de onderkant ziet u dus tijd. En u ziet in dit geval een Japanese candlestick en een groene cirkel om een grote Japanese candlestick. Waarom? Omdat die dag werd de eurozone, werd er een renteverlaging ingezet van 0,015 naar 0,005. En u ziet, daardoor is er minder interesse in de euro en de euro-dollar schiet vervolgens omlaag. En u ziet dus de gevolgen van de renteverlaging duidelijk hier op de grafiek. Dus uiteraard in dit geval is het wel duidelijk waarom de euro-dollar omlaag gaat, of omlaag ging op dat moment. Het was natuurlijk de renteverlaging. In dit geval is het niet zo moeilijk om daar achter te komen. Maar u ziet het, zelfs als u dat niet weet,
Het uiteindelijke effect op reis ziet u dus heel duidelijk. Zelfs als u niks van het nieuws af weet, dan ziet u uiteraard de feit dat de euro-dollar flink omlaag is gegaan. Dit zijn voorbeelden van patronen met technische analyse. U ziet dus een bewegende gemiddelde, dat is dat helder groene lijn daar. En u ziet dus dat het statisch is, want elke keer als een nieuwe bar, een nieuwe Japanese candlestick, eigenlijk klaar is of dicht gaat, dan ziet u dus de bewegende gemiddelde aanpassen aan de nieuwste informatie. Dat is dus een statische indicator. De paarse lijnen zijn semi-statisch en dynamisch, want het beweegt wel, maar met een constante omhoog gaan of een constante omlaag gaande beweging. Dus dat is een voorbeeld van een mix. U ziet dus, de paarse lijnen zijn trendlijnen en geven dus aan waar er breekpunten zijn op de markt en geven een bepaalde patroon of geven bepaalde patronen aan op deze euro-dollar 1 uur grafiek. En dat zijn erg belangrijk voor technische analisten. Nou, niet elke technische analist hoeft deze dingen te gebruiken trouwens. Dat zijn gewoon voorbeelden van wapens of misschien beter gezegd indicatoren en gereedschappen die technische analisten kunnen gebruiken. Hier zien we andere technieken, bijvoorbeeld divergence of divergentie in Nederlands. Tussen de prijs en een oscillator aan de bodem. Dat is een zeer bekende methode om te bekijken of prijs inderdaad genoeg stoom heeft om door te gaan. Of zijn er bepaalde zwaktepunten. Als die oscillator niet dezelfde power, niet dezelfde stoom heeft als prijs, dan is dat vaak een waarschuwing dat de trend misschien niet door kan gaan. En andere technieken zijn dus historische steun en weerstand, psychologische nummers zoals 1,40, 1,30, 1. 1 ten opzichte van 1 bijvoorbeeld, parity in Engels of 1,1, al deze ronde cijfers. Dat zijn allemaal belangrijke concepten en nog veel meer trouwens. Ik geef maar voorbeelden van technieken die in technische analyse gebruikt worden. En let op, het gaat niet om de concepten zelf trouwens, die zijn belangrijk. Maar het gaat vooral om de ervaring die wij hebben in het gebruiken van deze concepten. Daarom is het belangrijk om alles wat u in deze webinars gaat leren of heeft geleerd of gaat herhalen. Belangrijk is om op een demo-account bijvoorbeeld te oefenen. Zodat dus de ervaring al langzaam opgebouwd gaat worden. Hier ziet u dus meer voorbeelden van bewegende gemiddelden. Trendlijnen en een oscillator aan de bodem. En u ziet dus moving averages of voortschrijdend gemiddelde om direct te kunnen vertalen. Helpen dus met momentum te bepalen en goede breekpunten te vinden om eventueel in te stappen in een euro-dollar short. Want u ziet dus de prijs duidelijk een dalende beweging hier maakt. En ja, de meeste winst valt er natuurlijk in deze grafiek te behalen als u naar beneden handelt. Dus een short. Want echt veel omhooggaande beweging is er niet te vinden in deze grafiek. Hier is nog een voorbeeld van andere technieken. Fibonacci is een voorbeeld daarvan, een heel bekende techniek. Wellicht kent u dat. Fibonacci gaan wij zeker bespreken in deel 2, in het product trouwens. We zijn nu in deel 1, omgevingsanalyse. En we gaan over zo'n 2 weken, geloof ik, verder met product 2. En deel 2, en Fibonacci komt dan zeker aan bod. Hier ziet u dus support en resistance, dus weerstand. Dus de blauwe lijnen zijn dus belangrijke niveaus. En prijs kan dus daar niet doorheen. Ondanks dus dat er omlaaggaande trend is, stopt prijs bij of op de blauwe lijn. En prijs kan dus daar niet doorheen. En dat zijn dus allemaal voorbeelden van technische analyse. We gaan zeker nog verder op in. Dit is dus eigenlijk een eerste introductie, een eerste kennismaking met fundamentele en technische analyse. Je kunt dus meer informatie trouwens vinden over fundamentele analyse en technische analyse en de Forex kalender. Als je dus naar admiralmarkets.nl gaat, /analyse/fundamentele of technische analyse. Technical analyse staat er. En je kunt dus daar meer informatie vinden bij admiralmarkets.nl.
webinar is in de komende weken. Aanstaande donderdag hebben wij dus om 8 uur instrumenten en indicatoren. Dus we gaan verder op in, dieper op in, welke indicatoren en instrumenten u dus bij technische analyse kunt gebruiken. En dan volgende week maandag om 6 uur weer uw strategie ontwikkelen. We gaan deze schema, of dit schema, gaan we dus behouden. Maandag om 6 uur en donderdag om 8 uur. En de komende twee dus instrumenten en indicatoren en uw strategie ontwikkelen. U kunt mij volgen op Twitter bijvoorbeeld. En als u één tweet aan mij stuurt, krijgt u ook nog gratis info over Forex at Chris Swarcik. Trouwens is dat Twitter. En mocht u afvragen, mijn achternaam is van Tsjechische herkomst. Maar ik ben half Nederland, half Tsjech. Al heb ik er een tijdje niet gewoond in Nederland. Dus ik hoop dat mijn Nederlands nog oké is wat dat betreft. Hier kunt u dus nog meer informatie vinden dus over Admiral Markets. Als u nog vragen heeft, zie ik dat graag in de chat trouwens. En kan ik dat altijd nog behandelen en antwoorden nu of via woorden zometeen. Als u contact op wilt nemen met Admiral Markets, graag. Ze willen graag van u horen. Of als u interesse heeft om misschien een demo-account te openen bijvoorbeeld. U kunt hen bereiken via telefoon, e-mail, Facebook, Twitter, YouTube of de website uiteraard. En ik hoop dat het wat meer inzicht heeft gegeven over deze dingen. Het is natuurlijk allemaal nog vrij algemeen. Ik hoop dat het toch een toegevoegde waarde heeft. We gaan dieper en dieper in de materie in de komende weken. Dus ik denk dat het alleen maar leuker wordt. En ik wens u in de tussentijd wellicht goede handelen. Als u al bent begonnen met een demo-account. En ik zie u graag op donderdag om 8 uur. Tot snel!